De dag van Sint Hubertus, de schutspatroon van de jagers, is telken jaren in de novembermaand aanleiding tot een slipjacht achter de meute, de Sint Hubertusjacht. De Zuid-Veluwse jachtvereniging had er een georganiseerd in de omgeving van Ede en een 30 ruiters en amazones namen eraan deel. De honden snuffelen langzaam of snel achter het spoor van een vos of haas aan en de rijders gaan in hetzelfde tempo mee, door heide en bossen en over zandpaden en sloten. Soms moet een ruiter halverwege wandelen. Deelnemers aan de Sint Hubertusjacht gebruiken het geweer niet. Het is eigenlijk maar spel van honden en ruiters. Niettemin is er voor de meute een beloning.